Ik luisterde met gemengde gevoelens naar het gesprek met Anton van Schijndel. Moken was lang mijn grote liefde, maar nu denk ik precies zo over als Giel Deelde destijds. Niet dat ik wat tegen Amsterdammers heb, het zijn beste mensen, ze hebben een goed hart. Ik moest alleen gekookt op hun rug hangen en dan zo laag dat de honden erbij kennen. Ik vond het dan ook een prima idee van Karin Ollongren, zo heet ze in het echt, om de Republiek Amsterdam uit te roepen als Geert Wilders ooit premier zou worden. Een ijzeren gordijn om de open inrichting zetten, af laten drijven en klaar is Kees. Werkelijk alles moet kapot in 020. Neem de Gay Parade die zaterdag begint. Wat ooit het leukste feestje van Moken was, is gedegenereerd tot een humorloze manifestatie van genderlettenbakgekkies. De libelle zomerweek is opwindender. Vroeger heette de Pride gewoon de Gay Parade. In Amsterdam hoor je dat uit te spreken als Gay Parade. Het was altijd een dolle en enige boel en het hoge amusementsgehalte kwam van valse nichten. Opvallend vaak kappers, die de Chez Manfred, de Montmartre en de Amsterdam onveilig maakten. Nog bedankt voor de gezelligheid, Astrid Neig.